Hey, hallo Vera en Elisa. Hoi. Ik begin even in het Nederlands. Het is natuurlijk al, we zijn bij, nou, laat ik even zeggen waar we zijn. We zijn in de Begijnhof. Een van de woningen van de Roosevelt studenten. En jullie zijn Roosevelt studenten, derdejaars. En ik begin even in het Nederlands, want jij kan het. Maar we hebben ook iemand uit Frankrijk. En nog iemand uit Frankrijk. Dus we doen ook nog een beetje Engels en Frans. Maar kan je even heel kort vertellen over Stukafest? Want dat komt er volgende week weer aan. Ja. Stukafest, sommigen van jullie zullen het kennen. De basis is Studentenkamerfestival. Dus het gaat om kleine optredens in kleine kamers waar je anders nooit zou komen. Precies tussen de studenten. Dus een promotiepraatje staat ook tussen de stapels boeken, tussen de kratte bier, tussen de vieze sokken. Dat is ook ons logo. Ja. Het logo. Ja, precies. Ja. En dat is natuurlijk nu een beetje moeilijk. Stukafest is 2 jaar geleden voor het laatst geweest. En dat was inderdaad in 8 studentenkamers door de hele stad heen. En dit jaar moeten we het een beetje coronaproof doen. En dan past er in deze kamer maar 6 man. Aan bezoekers. Plus degene die optreedt. Plus 1 artiest. Ja, ja, ja. Veel meer mag er ook niet in. 1,5 vierkante meters op het moment volgens mij. Dus dat gaat natuurlijk niet. Dus dit jaar doen we het een beetje anders. Dit jaar hebben we locaties die niet studentenkamers zijn, maar wel in studentenomgevingen. Dus we hebben wat grotere ruimtes van de universiteit, we hebben samenwerking met de spot, we gaan in andere ruimtes. Maar het concept is nog steeds hetzelfde. Beginnend professionele artiesten die je op een laagdrempelige manier eventjes ziet. Het publiek gaat van locatie naar locatie door de middag heen. We maken er dit jaar een middagprogramma van. Dus 20 februari, zondagmiddag. Oké, en er zijn nog kaarten te kopen. Die zijn te koop via jullie website? Ja, we hebben een website. Die kunnen we bijvoegen, denk ik. En daarop kun je kaarten kopen. Daarop kun je dus ook kiezen op welke artiest je wil bekijken en op welke volgorde. En het is gewoon online betalen. Ja, dat is ook niet zo heel duur, geloof ik, hè, de kaartjes. Dus ze kosten €10 voor 3 rondes. Nou, dat is heel netjes. €4,50 voor 1 ronde of voor meerdere aan elkaar geplakte rondes. We hebben niet de woonkamers van de studenten, maar we hebben wel locaties waar mensen sowieso niet vaak komen. Dus we hebben de kelder van de Common House Elliot. Okay. Dat is waar normaal gesproken de studentenfeestjes zijn, waar de rest van Middelburg niet naartoe kan. De kelder, ja. Precies, de kelder. En we hebben de burgerzaal boven in het mooie stadshuis. Oké. Okay. Prachtige ruimte. Dat is heel groot. Daar kom je ook niet altijd. Maar daar kunnen wel 400 mensen in. Daar mogen nu 60 mensen in. Oké. Okay. En daar hebben we een dansoptreden staan, dus die hebben sowieso veel ruimte nodig. Oké. Okay. Ja. Oké, en Elisa, tell something about the artist that was your work. Do you know some by name or by heart? Yes, so this year we have Atto, which is a duo, right? They play indie music, right? Yeah. Yeah, indie music, a duo. We have some dancers from Skalda, right? Student dancers from Skalda. Yeah, from Hoes. Yeah. We have a comedian, Patricia and Matteo. So they do some comedy act. Okay. And we have the genre is actually really cool. The genre is called interactive sci-fi comedy. All right. Yes. I never heard of that one. That's fun. Yeah. Okay. And we have also a student from UCR who's going to perform some music. So right, it's balanced. It's like music. It's a bit of everything. Yeah, we have some comedy, music, dance. So, okay. Yeah, very diverse. The three of you are the third year students here in Middelburg. Yes. How was the experience, Middelburg, Zealand? It's been very exciting. Yeah? I liked it a lot, yes. Yeah, because you're from the north of France? I'm from the western part of France, yes. Okay. Yeah. And it's, well... It's been very interesting to meet people, discover the culture here, and yeah. Yeah, and will you go back now? I'd like to stay in the Netherlands, actually. Oh, yeah. Yeah, that's very good. Like to hear that. And you're from France as well? Yeah, you're from Montpellier? Yeah, so I'm from the south of France, and well, I'm not a third-year student, so I'm not leaving Middelburg just yet. Okay. But I really like it here, and I think I will stay in the Netherlands afterwards as well. Oh, so that's true. Good. That's good to hear. Actually, what I heard is that of the international students, more than half stay, mm-hmm. and of the Dutch students, more than half leave. So okay. It's like a point where people leave their country or go to the Netherlands, yeah. Okay, that's interesting, huh? Also yeah. Leaving their country. Yeah, so yeah. It's kind of like a gateway towards... Yeah, but from everywhere, like from Romania to... Yeah, well. In this house we have people from Spain, Germany, the US, more Spain, South Africa, Poland, Zimbabwe. I think that's it.
Yeah. Zimbabwe as well. Well, it's all over the world. That's yeah. Very nice. Yeah, it's pretty cool. Okay, so a last word for the Dutch viewers in France and in French and in Spanish. That's nice. Bienvenue. Bienvenidos. Yeah, that sounds the same. I can say in Catalan, it's benvinguts. Benvinguts? Yeah. Never heard that one.